Als je een keer van een voorbeeld rosé champagne wilt genieten, kijk dan eens naar de Laurent Perrier Brut Rosé. Natuurlijk heeft Laurent Perrier een duidelijke link met het thema loyaliteit. Zij hebben een oplossing gevonden voor de crisistijd om zowel het bedrijf als de leveranciers het hoofd boven water te laten houden. Maar zij maken ook rosé op een hele andere manier. Nergens in Europa is het toegestaan om rosé te maken door wit en rood bij elkaar te voegen. Behalve natuurlijk in de champagne. Het merendeel van de huizen doet dan ook. Voegt vaak een procent of 8 tot 10 rode wijn toe aan bestaande champagnes en op die manier wordt rosé gemaakt. Er zijn een aantal huizen die dat niet doen. Laurent Perrier is daar bijna het voorbeeld van. Zij laten de druiven bloeden, oftewel zij kneuzen de druiven, de zwarte druiven. Daarmee breekt de schil. Daarmee komt het blanke sap in contact te staan met het schilletje. Dat schilletje gaat heel langzaam geur, kleur en smaakstoffen afgeven aan het druivensap. Dat druivensap verandert heel langzaam van blank naar rosé. Dat gebeurt in ongeveer 36 tot 48 uur. Is dat klaar? Dan wordt er champagne van gemaakt. En dat resulteert in een heel serieus, mooi, rijk glas rosé champagne. Voor veel huizen het voorbeeld. Qua smaakcomplexiteit krijgt de Laurent Perrier Brut Rosé 5 sterren.